Welkom bij deze aflevering van Cinemagic Live. Met deze keer als speciale gast niemand minder dan Carmen van Walraven herself. Oftewel de supersympathieke steractrice Monique Hendricks. In het mooie en onthullende gesprek dat ik met Monique had, spraken we onder andere ook over haar stichting Small Change. En we hopen dan ook dat jullie massaal een lief bedragje over gaan maken op giro nummer 1776. Veel plezier met deze aflevering van Cinemagic Live. Daar is ze dan, Monique Hendricks. Je vindt het heerlijk om te spelen? Ja, ik vind het heel fijn om te spelen, ja. Wanneer is dat begonnen? Ik denk dat... Ik denk dat heel veel kinderen het heel leuk vinden om te doen alsof ze iemand anders zijn. Maar wanneer het begonnen is, zeg maar, dat ik echt... dat ik dacht, ik zou er iets meer mee kunnen doen dan de gemiddelde medemens. Ja. Dat was toen ik in het eindexamen cabaret ging spelen. Een meidencabaret toen ik in 6 VWO zat, denk ik. Zoiets. Dus ik heb niet als kind al de droom gehad van ik wil actrice worden. Nee, vond je jezelf goed? Ik vond het heel leuk om zelf... ik vond het leuk om met mijn zus bijvoorbeeld dansjes te maken en die dan op te voeren. Ik vond het heel leuk om zelf sketches te maken voor die meidencabaret. Ik speelde Blauwmutje in het eindexamen cabaret. Dat was dan een parodie op Roodkapje. En toen begonnen mensen te zeggen van, goh, dat doe je leuk. Ja. Daar zou je iets mee moeten doen. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat wel doen, ja. Eigenlijk alleen omdat ik het vooral heel leuk vond. Niet zozeer omdat ik dacht, ik kan dit beter dan degene die naast me staat. Dat niet. Nee, maar het is wel lekker om te spelen met mensen die ook goed kunnen spelen. Ja, je wordt echt 10 keer beter van mensen die ook goed kunnen spelen. Ja, ja zeker. Ja. Als het niet lekker samenloopt, hoe ga je daarmee om? Ja, dan wordt het lastig. Ja. Want je gaat... Ja, dan wordt het lastig. Want dan ga je regisseren eigenlijk. Dan sta je er buiten. En dat is eigenlijk helemaal niet fijn. Want je wil toch... als op het moment dat de actie wordt gezet, zegt... Of op het moment dat je de afspraak hebt van... ik ben de prinses van Monaco en jij komt mij ontvoeren. Ja, dan wil je even dat echt is. En dat wil je kunnen geloven. Je wil dat zelf kunnen geloven. En als je dat niet gelooft van die ander, ja, dan raak je eruit. En dat gebeurt natuurlijk wel, maar ja, dan moet je er weer zien in te komen. En dan moet je de goede kanten in die acteur gaan zoeken. Dat lukt niet altijd, maar ja. Ja, ik heb wel het genoegen gehad om met heel veel goede acteurs te werken. Dus wat ik nou vertel, dat heb ik niet zo heel vaak aan de hand. Nee. En jij bent naar de toneelschool gegaan, hoe oud was je toen in Maastricht? 18. 18. En hoe ging dat? Nou, ik ging eerst van die weekenden doen. Dan krijg je van die weekenden en dan moet je allerlei scènes spelen. Ik denk dat ik die oriëntatiecursussen heel erg leuk vond. Want ik kan me nog herinneren dat ik met een vriend een stukje in elkaar had gezet met het alarm uit Silkwood. En dan speelden we dat we twee dieven waren. En ergens zo binnenkwamen en op dat alarm stapten. En dat dan dat alarm afging. En we maakten echt zelf stukjes. Maar ik vond dat hele eerste jaar in Maastricht, er werden 60 mensen aangenomen en er mochten 12 mensen door naar het tweede jaar. En dat was zo'n concurrentiestrijd, ja, daar was ik helemaal niet tegen opgewassen. Ik keek toch een beetje de kat uit de boom en ik was afwachtend en ik was ook wel een beetje bang. En het was een enorme ellebogensfeer en ik dacht, ja, dit is eigenlijk volgens mij helemaal niks voor mij. En het ging in het begin wel goed. En zo halverwege begonnen mensen te twijfelen. En ik twijfel dan natuurlijk lekker mee. Dus op een gegeven moment ben ik weggestuurd. En toen dacht ik, nou, nooit meer toneel. Alles behalve toneel, dacht ik. Ik was er helemaal klaar mee. Waarom werd je weggestuurd?
Ja, omdat het niet theatraal genoeg was en omdat het niet... Het was niet voldoende. Hm. Alleen de dans was voldoende, de beweging. En hoe vond je dat? Ik vond het heel heftig, maar die hele sfeer was heel heftig. Er gingen ook echt vriendinnen van mij zijn toen afgewezen en die speelden de Sterren van de Hemel. En die hebben nooit meer gespeeld, echt nooit meer gespeeld. Ja, je wordt gewoon door de mangel genomen, je wordt gewoon helemaal... eigenlijk gek genoeg, want ik had helemaal niet zo de droom om actrice te worden. Maar gek genoeg realiseer ik me later wel eens dat ik... Want toen dacht ik nooit meer toneel. Toen ben ik toch weer gaan spelen. Omdat iemand mij vroeg, van die afstudeerde in de regieopleiding Amsterdam. In een Braziliaans stuk. En dat vond ik weer heel erg leuk om te doen. Dus ik dacht, ja, misschien toch. Want toen hoorde ik dat er een opleiding in Eindhoven kwam. En dat was eigenlijk een soort afsplitsing van Maastricht. Die het niet eens was met hoe het daar ging. Dat er zoveel... Want dat is natuurlijk allemaal voor het geld. Er worden zoveel mensen aangenomen. Zodat die school ook kan bestaan. En dan... Nou ja, zij waren het daar niet mee eens, dus zij hadden een alternatieve opleiding opgezet in Eindhoven. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dat dan proberen. Want dat was ook geënt op beweging en dat was allemaal... Want ik dacht eerst, ik ga dansen. Ja. En toen moest je daar de hele tijd je mond dicht houden. En dacht ik, ja, dat vind ik dan toch ook niet heel erg leuk, dat je niks mag zeggen. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dan in Eindhoven proberen. En daar voelde ik me gewoon op mijn gemak en daar... Ja, toen was ik ook wel sterker, toen was ik ouder. Dus ik vind het ook niet heel... Ik neem het ze niet heel erg kwalijk dat ik ben weggestuurd, hoor. Ik begrijp wel dat ze mij wegstuurden. Want je moet als acteur toch echt wel... Ja, ja, je moet echt... Je moet voor de... Je moet komen. Je moet komen als je moet komen. Ja. En ik hield toch een beetje de rem erop. En je moet ook ongegeneerd durven zijn. Dat vond ik ook. Ik vond dat iedereen daar zo ongegeneerd was. Terwijl ik me eigenlijk aan de lopende band geneerde voor alles. Je was een beetje schuw. Ik was een beetje schuw, ja. Ja. En inmiddels was ik een jaar ouder en dacht ik, nou, willen ze me, is het leuk, maar willen ze me niet, dan vind ik wel iets anders leuks om te doen. En dat heb ik eigenlijk nog steeds, hoor. Ik heb nog steeds dat ik denk, na iedere rol, denk, nou ja, ik denk niet, ik ga nu bakker worden of zo, maar ik heb wel het gevoel dat het de laatste rol is of zo. Ja, denk je? Ja, op een bepaald... En dat is vrij bevrijdend, dat gevoel. Omdat je dan niet zo... Ja, je kan dan gewoon alles geven en denken van... Nou, ja, wat er daarna komt... En dat weet je ook vaak niet als acteur. Het is natuurlijk eigenlijk een heel onzeker beroep. Ja, wat is de langste... Sinds de Poolse Bruid, hè? Mm-hmm. Wat is de langste tijd geweest dat je geen werk had? Is dat pas een half jaar geweest? Nee, ik denk dat ik nooit een half jaar vrij nee, geweest. Nee. Maar wel een paar maanden hoor, wel 3-4 maanden. Ja, en hoe vind je dat dan als je eventjes niks hebt, als het klaar is met een... Nou ja, dat heeft altijd iets... Ja, in Amerika zeggen ze dan, I'm in between jobs. Dus dat is eigenlijk de manier om dat te zeggen. Ik heb nu gelukkig even niks, want nou, ik heb heel hard gewerkt. En, ja, dat zeggen acteurs. Maar acteurs zeggen ook heel vaak, wat doe je nu? Dat is natuurlijk heel vaak een vraag op feestjes. Wat doe je? En dan moet je zeggen, ja, niks. Ik doe niks. Of ik ben, ja, wat zeg je dan? Ik ben aan het lezen. Ik ben, mijn audities aan het doen. Workshops? Geef jij geen workshops? Ja, ik geef ook workshops. Ja. Waarom lach je erom? Nee, daar lach ik niet om. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar dat is ook iets wat je dan kan zeggen. Ja, ik doe een workshop. Kom eens langs. Nee, maar je moet namelijk ook, vind ik, tenminste, ik heb dat nodig. Dat als je vol in een project stapt, dan zit je toch altijd in een soort tunnel. En dan wordt het altijd een beetje een soort achtbaan van alleen dat project. En dan gaat alles daarover en dan... Dus je wordt echt wel opgeslokt. Dus het is eigenlijk heel gezond voor een acteur, of misschien wel voor iedereen,
om af en toe gewoon te leven. En het echte leven te leven. En niet alleen te spelen. Want je hebt een dochter? Ik heb ook een dochter, ja. Die vindt dat wel 13, fijn waarschijnlijk als je weer veel thuis bent. Die vindt dat heerlijk als ik veel thuis ben, ja. Ja. Leeft jouw moeder trouwens nog? Ja, mijn moeder leeft nog. Wat, ja, wat vindt zij ervan, van jouw acteercarrière? Nou, mijn moeder die had in het begin op school altijd wel... Die heeft een tijd lang iets gehad van, nou, doe nou maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Een beetje Brabants ook. En wel trots, maar... Nuchter. Het is niet nuchter, ja. Het is niet... Ik ben vooral niet meer dan mijn zus en meer dan mijn broer. En snap je, het moet wel... in proportie zijn, maar dus toen ik mijn eerste Gouden Kalf won voor de Poolse Bruid, toen had zij kaartjes voor Rowan Hesse. Haar lief is namelijk heel erg fan van Rowan Hesse. En mijn zus had iets van, mam, dat kan je niet maken. Je moet echt, dit is echt once in a lifetime. Dit is echt heel bijzonder. Je moet die kaartjes afzeggen. En ik had zoiets van, nee, dat hoeft helemaal niet, want ik kon er zelf niet eens bij zijn. Ik moest spelen in kampen voor 17 mensen. Maar toen kwam ik daar aan in Utrecht, want toen ben ik daarna wel met een taxi zo naar Utrecht gegaan. En toen stond de hele crew daar met dat Gouden Kalf. Jaap Spijkers en iedereen stond daar met dat kalf. En toen was het een waanzinnig feest. Gelukkig heeft mijn moeder natuurlijk later nog tijd gehad om het in te halen. Omdat ik er een paar heb. Maar laat bij de televisiering, toen heeft mijn moeder iets gezegd op tv. Maar dat is dus heel erg bijzonder voor haar. Dat zij zich... Publiek. Ze baalde heel erg, want ze vond dat ze heel stijf was, een koningin. Ze zei, ja, de eerste keer ging het heel leuk. En toen moest ik het 3 keer overdoen en ja, dan wordt het niks. Ja. Maar ik was heel ontroerd dat ze wat zei. Ja. Ja. Ja, omdat ik toch... Ja, ik weet wel dat ze heel trots is, maar... Zij is niet van het de hele tijd... Zij hoopt eigenlijk de hele tijd dat het goed met mij gaat en niet... Ja, het is moeilijk om dan van dat succes te genieten of zo. Maar dat heb ik ook wel een beetje, hoor. Ik vind het ook wel lastig. Ja? Ja. Waarom is dat zo lastig? Ja, omdat het ook verwachtingen kweekt en omdat het... Omdat het ook zo vluchtig is soms. Maar ja, dan komt er weer een prijs en dan denk je, ja, dan kan ik dus blijkbaar wel echt iets wat mensen raakt. En dat is dan, dat is natuurlijk de echte slagroom, maar het leukste is als ik heb ooit 1 prijs gewonnen in Buenos Aires, voor volgens mij de Poolse Bruid, of ik weet niet meer, Nienke, ik weet niet meer, één film. En er was een postbode die me echt 2 trappen op kwam rennen. In de Van Bossenstraat woonde ik toen. En die kwam helemaal buiten adem. Ja, ik heb nu ik heb dit pakketje voor jou. Maar ik wou even zeggen dat ik zo'n ongelofelijke fan ben. En hij kwam mij dat zo vol zeggen dat ik eigenlijk heel ontroerd was. En dat zijn de echte leuke dingen van succes, vind ik. Als iemand zo... Ja, als je voelt dat iemand geraakt is. En ik heb ook 1 keer gehad op het Centraal Station. Toen had je nog van die telefoons waar je muntjes in moest gooien. En toen... Ja, ja. En toen was ik aan het bellen en toen zei iemand, bent u misschien de Byzantijnse prinses? En dat is een citaat uit de Poolse Bruid, want hij vraagt dan van, je lijkt wel een Byzantijnse prinses. Bent u misschien de Byzantijnse prinses? Dus ik zei, ja, dat ben ik. Nou ja, dat zijn de mooiste complimenten, vind ik. Maar ik vind dat die hele glamour en glitter, vind ik soms wel moeilijk. Omdat ik dan toch het idee heb dat ik een beetje een rol speel. En ja, het is natuurlijk ook een beetje gebakken lucht allemaal. En het is wel leuke gebakken lucht. En soms kan ik er ook wel aan meedoen. Maar het is ook... Het is ook vreemd, vind ik. Want die films worden voor mij natuurlijk hele andere verhalen in mijn leven. Oh ja, dat was toen. En toen was ik daar met die. En toen... Snap je? Het worden herinneringen zoals je zeg maar... Maar misschien word ik ook te oud. Dat je zeg maar... Dat je denkt, oh ja, dat past dan... Oh ja, dat past dan daarin. En dat was zo. En, dus er zit zo van alles aangeplakt. En
dat is, ik kan niet normaal naar een film van mezelf kijken eigenlijk. Hoewel ik laat dus echt doodmoe was van de opnames van Penosa en in een hotel ergens zepte en in de Poolse Bruid viel. En dan kan ik wel echt genieten ervan. Heb je het helemaal afgekeken? Ja, ik kon niet meer stoppen eigenlijk. Okay. Omdat ik dacht, shit man, dat is echt goed gewoon. Ja. Het is een ontzettend grappige film ook. En als ik dan moe ben en zeg maar niet dat kritische oog heb van oh, dat had anders gemoeten of dat had je toch niet helemaal zo moeten doen, dan kan ik er wel echt trots op zijn. Ja. Ja. Dat Unfinished Sky, dat is, ja. Dat hangt hier een hoesje van, dat ja. is een remake van De Poolse Bruid. En die film die is 10 jaar later is die gemaakt. Kan je daar wat over vertellen? Hoe kwam dat tot stand? Nou, dat was de producent van Leef. En die vroeg mij, zou jij het willen om De Poolse Bruid nog een keer te doen, maar dan in Australië? Dus ik had zoiets van, ja, natuurlijk wil ik dat. En toen ben ik een weekend gaan werken met die Australische regisseur. En dat klikte. En met een Australische acteur, een andere jongen trouwens dan die het gedaan heeft. En dat klikte ook en dat was hartstikke leuk. Dus ik dacht van, ja, dat zou te gek zijn. En toen, het was helemaal herschreven naar Australië. Dus, ja. Dus het was geen Poolse vrouw geworden, maar een Afghaanse vrouw. Omdat daar heel veel een grote Afghaanse gemeenschap zit. En dus voor mij voelde het eigenlijk als een hele nieuwe rol. Terwijl het verhaal, wat natuurlijk ijzersterk is, twee mensen uit totaal verschillende werelden die samenkomen, dat bleef overeind. En dus ik mocht eigenlijk 10 jaar later dezelfde rol spelen, maar dan toch net zo spannend en dan in een totaal ander land. Ja, dat is ook een andere sfeer, hè? Hij is een stuk spannend, dus een goede film. Ja, het is een goede film. Hij is niet zo intiem geworden. De Poolse Bruid heeft echt dat intieme tussen Jaap en mij. Klikte het ook veel beter dan tussen die andere acteur en mij. Okay. En wel niet tijdens actie, hoor. Want tijdens actie was hij er helemaal. Maar buiten de scènes om was het een beetje grumpy. Hij wist niet zo goed of hij nou wilde spelen of schrijven. Dus hij was altijd een beetje aan het spelen. Het is een beetje, zoals hij in de film ook, een beetje een grumpy boer speelt. En dat wordt gewoon een hele andere relatie. Ook wel ontroerend hoor, maar ja, tussen Jaap en mij, wij hadden een soort klik waardoor dat deel van de film heel sterk is, vind ik. Alleen de dreiging van buitenaf, die is in De Poolse Bruid veel minder voelbaar en minder goed gedaan, ook minder uitgewerkt. Ja, het is meer een thriller, is het, hè? Je voelt veel meer dat ze op de vlucht zijn, ja. En het asielbeleid in Australië is heel heftig, dus dat was heel politiek actueel. En dat maakt het ook een politiekere film, eigenlijk. Ja. Dan heeft het in Australië heel goed gedaan. Dat accent van die vrouw, waar haal je dat? Heb je dat vandaag het over? Hoe doe je dat? Nou, ik had hier een hulp van een Afghaanse man uit Leiden. Ja. En ik ben gewoon met hem begonnen met die Afghaanse tekst, zeg maar. En daar heb ik les gehad van een vrouw die daar die ook allemaal hele heftige vluchtverhalen had. Dus dat was eigenlijk heel leuk om die te leren kennen, om dat contact dan te leggen. Die liedjes en ja, zij vonden dan toch... Zij zouden als Afghaanse vrouw nooit zo ver gaan, dat niet. Dus dat was altijd wel een discussie. Mm-hmm. Maar dat vind ik, dat zijn eigenlijk de leukste ontmoetingen tijdens zo'n film. Omdat je mensen tegenkomt die je anders nooit zo zou tegenkomen en waarvan je het verhaal nooit zo dichtbij zou krijgen als op dat moment. Ja. Daarom is film zo leuk, omdat je zo inkijk krijgt in een totaal andere wereld. Dus dat was fantastisch om te doen. Bovendien was het echt op een internationale set. Dus het was veel groter en veel luxer. En ja, je zit daar in een ander land. Het was lente, van die bloeiende paarse jacaranda-bomen. En dat ik me dan weer zo senang voelde op een set. Dat ik dacht, 10 jaar later, dat ik dacht... Ja, eigenlijk, ik zit nog steeds gewoon goed op mijn plek. Ik ben nog steeds verliefd op dat filmen eigenlijk. Was natuurlijk ook een beetje... Een beetje verwend. Het zijn wel de krenten uit de pap, snap je? Ja.
Het is anders dan, dan met Pinoza tegen weer en wind en onderkoude viaductjes weer je eigen boterham moeten smeren. Het is heel anders. Dat Pinoza, dat wordt in een moordtempo wordt dat gedraaid. Hè? Ja. Is dat nog steeds? Is dat met alle seizoenen zo? Ja, is met alle seizoenen zo, ja. Ja. En het moet ook voor hetzelfde geld gemaakt worden. We krijgen geen cent meer. Nee. Is het een low-budget productie? Of relatief? Nou, het is niet low-budget, nee. Zo zou ik het niet noemen. Maar het is wel, ja, eigenlijk is het wel low-budget, omdat we gewoon... Kijk, met zo'n serie als Stellenbosch bijvoorbeeld hadden we vier... hoe noem je dat? Vier pagina's per dag draaiden we. Ja. En nu draaien we met Pinoza draaien we gemiddeld 11-12 pagina's per dag. Dat is gewoon het driedubbele. Dus het moet gewoon veel sneller. En dat is ook omdat de regisseur gewoon heel snel monteert en dus heel veel hoeken en gaten wil hebben. Dus hij wil gewoon veel kunnen snijden en knippen en weet wel precies wat hij nodig heeft. Dus dat wordt spannend, want nu komt er een andere regisseur op. Hè? Hij is naar Amerika. Okay. Het tweede blok wordt door een andere regisseur geregisseerd. Maar hij gaat het wel monteren en hij bemoeit zich wel met de scripts. Ja, maar het is inderdaad heel... Ja, het moet heel snel. Het moet heel snel. Het moet eigenlijk een beetje te snel. Maar hoeveel draaidagen heeft dat dan? Zo'n half blok? Zo'n half seizoen? In totaal 60 en ik heb er denk ik 45 of zo. Ja, en jij zit in heel veel scènes. Ja. Ja, dus voor mij zijn dat pittige maanden. Ja, een heel ander soort rol, hè, trouwens, toch? Deze serie waarin je Carmen van Walraven. Ja, dat is een heel ander soort rol, ja. Aparte dame is dat. Ja, vind je? Ja, dat vind ik zeker. Ja. In seizoen 2, er zit een soort Star Wars moment. Hè, dat Willem Nijholt je vader blijkt te zijn. En, die schiet je eventjes in koele bloede dood. Ja. Maar daarna, en daarom zeg ik aparte dame, want dan, is dat, dan heb je dat gedaan. En dan is de afsluitende scène dat jullie met de hele cast van boeventuigen staan jullie stil in dat feest te vieren. Ja. Dan ben jij heel blij. Ja. En dan denk ik van nou, dat is wel een bijzondere vrouw. Ja, die kan echt knoppen omzetten. Ja. Ja. Maar dat moet je volgens mij ook kunnen als je in die wereld zit. Ja. Anders red je het niet. Hoe is het? Ik zou daar niet in redden in Pinozaland. Word je veel herkend nu? Want ik heb van alles gelezen, of dat heb je vaak gezegd. Hè? Je zat meestal in meer arthouse-achtige films. Hè? Niet die echte, die hele grote publieksfilms. Nee. Hè? Waardoor je, maar goed, nu Pinoza, dat heeft ontzettend veel kijkers. Ja. Kun je nog gewoon naar Amsterdam lopen? Ja, ik kan gewoon naar Amsterdam lopen. Dat komt misschien ook wel door hoe ik me gedraag. En misschien ook wel omdat ik het soms niet wil zien. Als ik met mijn dochter of mijn lief loop, die zegt, mam. En nu, soms merk ik het ook wel hoor, dat mensen zo... En soms zijn de reacties ook heel erg grappig van mensen die dan ineens... Dan zie je zo mensen tegen elkaar praten en dan weet je dat het over jou gaat. En dan zegt die vrouw dat tegen die man en die man die draait zich om en die... Die staat dan... Ja, die is blij. Ja, die denkt, is het echt. Wat ik vooral heel leuk vind, is dat er echt een heel veel Turkse en Marokkaanse en Surinaamse fans heb ik erbij. Die mij echt op straat... Hey Carmen, je bent een goede moeder, je leeft. Ga door, je bent een goede moeder. Dan denk ik, yeah. En dan loop ik weer door. En dat vind ik toch echt een compliment. Want die zeggen dan, ja, ik kijk nooit een Nederlandse serie, maar die is echt goed. Ja, dat is toch echt leuk. Dat vind ik echt leuk. Want het is niet alleen voor het, zeg maar, van notaris tot straatschoffie bekeken. Ja. Dat is wel echt leuk. Ja. En dat is voor de KRO, ik vind het heel gewelddadig. Ja. Mag je eigen dochter, die is 13, hè? Ja, die vindt er echt die niks vindt het, aan. Nee? Die vindt het veel te eng. Ja. En mijn zus, die moet ook echt de deur op slot doen als ze alleen is. Ik weet niet of ik het zelf... Ik ben er natuurlijk zo... ik denk dat ik het zelf ook soms te eng vind. Er zit ook heel veel suggestie van geweld in, hè? Het geweld dat erin zit is zo snoeihard dat je denkt... En dat vind ik wel weer goed. Omdat er natuurlijk ook heel veel geweld in de wereld zit. Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen, Tony Soprano die heeft op een gegeven moment gezegd, of die heette die nou Tony? Nee, hij heette geen Tony, nee. Zo heette hij in de serie, toch? Ja. Hoe heette die nou in het echt? James Gandolfini. Ja. James, die heeft ooit gezegd dat hij het echt te heftig vond wat er in de Soprano's gebeurde. Dat hij het echt zat was. En ik kan me voorstellen dat als je... Ja. Als je zoveel seizoenen doet als hij heeft gedaan, dat ik ook zou denken van nou mag even... Ja, ik was laatst ook zat ik bij Tijd voor Max en toen werd mij de vraag gesteld, denk je dat je een voorbeeld bent voor criminelen? Ja. Want Holleder schijnt ook gecharmeerd te zijn van de serie. Oké. En ik weet zeker dat ik me nu in allerlei plekken in Amsterdam veilig zou kunnen voelen, omdat ik bescherming zou kunnen oproepen. Ja. Snap je? Ja. Dus of dat nou... Ja, of je daar een verantwoordelijkheid in hebt. Ik geloof niet dat... ik denk wel dat de menselijke geest enorm gewelddadig is. Maar ik geloof niet dat ik daarin een... Kijk, als er nu een aanslag gepleegd zou worden, precies zoals in Penosa, in het echt, dan zou ik toch wel enorm van schrikken. En ik geloof wel dat bij The Godfather en zo, dat het allemaal dat soort films wel af en toe... Ja, maar waar begint die verantwoordelijkheid? Heb je daarin een verantwoordelijkheid? Ja. Ja, ik ineens dacht ik van, dat is wel een interessante discussie. Dat is een hele goede vraag. Ja. Ja. Ik denk dat wij de realiteit nadoen, maar misschien doet de realiteit straks ons wel na. Je hebt net een film gedraaid in België. In de zomer, ja. 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 Café Derby noemt hem. Mooie film. Hele mooie film, denk ik. Een vrij kleine film over een doldwaze familie die in de jaren 80 in België woont. En die de paus kwam toen naar België, dat is ook echt zo. Die kwam echt. En toen had de vader van de regisseur het plan om een café te beginnen op de plek waar de paus komt en dan binnen te lopen en uit de financiële zorgen te zijn en het hele gezin weer op het rechte pad te kunnen leiden. En ik speel daarin de moeder die eigenlijk een beetje doorgeslagen is in het spirituele. Dus die denkt, ik neem het leven zoals het komt en en die probeert te accepteren zoals het leven komt en dat lukt niet helemaal. En het gaat vooral over de relatie tussen een jong meisje en een vader. En ja, ik was gewoon echt zwaar ontroerd door het script, dus ik wilde het heel graag doen. Het is een regisseuse die alleen nog maar korte films heeft gemaakt, maar heel getalenteerd en heel erg intelligent en heel, echt leuk. Ik vond het echt ontzettend leuk om in België te werken ook. Ik dacht, nou, laat mij maar een paar jaartjes hier. Maar goed, dan moet je echt... Ik speelde nu een Nederlandse vrouw die al een tijd in België woont. Dus wel met het Vlaams accent, maar niet full-on Vlaams. Dat lijkt me dan weer heel lastig. Maar volgens mij is het een hele leuke film. Wanneer gaat die draaien? Ik denk dat die in april uitkomt in België. En dan hoop ik dat die ook naar Nederland komt. Want het schijnt best wel moeilijk te zijn, want wij schijnen niet zo... Van de Vlaamse films te zijn. En dan denk ik, jongens, als we al niet met België kunnen integreren, hoe moet het dan in godsnaam met al die Turken en Marokkanen die hier zitten? Dat gaat gewoon niet... Daar maak ik me echt zorgen over. Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo, want dat Nederlands en Vlaams ligt zo dicht bij elkaar en je verstaat elkaar zo goed. En toch is er een cultuurverschil waardoor wij dan moeilijk naar Vlaamse films... Ja, ik vind het prachtig, die Vlaamse films. Ik vind die taal ook heel erg mooi. Ik vind het ook lekker om me daarin te verliezen dan. Ik kan me daar echt in verliezen. Maar ja, en andersom schijnt het ook lastig te zijn. Sprak jij met een Vlaams accent in die film? Oh, ja. Oké, dat vond je ook wel lekker. Ja, dat vond ik heerlijk. Ja. Ja, maar het mocht weer niet, want af en toe werd het te Vlaams en dat, okay. Het moest wel een beetje Nederlands zijn. Ja. Maar dat vind ik dan heerlijk, ja. Wij gaan vanavond Leef gaan we vertonen. Ja, ja.
10 jaar geleden. Nog, ja, 10 jaar geleden alweer. Ontzettend, vind ik een hele mooie film. 2004. Echt een hele sterke Nederlandse film is dat. Ja. Heb je hem zelf ooit van begin tot eind gezien? Ja. Ja. Vind je hem zelf ook mooi? Ja, ik vond hem heel mooi, ja. Maar ja, zoals ik al zeg, ik vind het heel moeilijk om ze objectief te bekijken. Ik weet dat toen de film uitkwam, was er wel veel kritiek, maar door het publiek werd hij wel omarmd. En tijdens het maken was er een enorm conflict tussen de schrijfster en de regisseur, maar dat is altijd zo. Dat is, ook bij Penosa is dat zo en dat is bij de Poolse Bruid ook zo. Ik ken eigenlijk niet anders, want schrijvers zijn bang om hun kind los te laten en die willen niet dat er iets aan verandert en die willen dat de deur linksom open gaat als er staat geschreven dat die linksom open gaat. Ja. En de regisseurs die willen natuurlijk toch ook hun eigen ding mee doen en acteurs ook. En dus ja, het is een half product, een scenario. Dus dat is. Maar dat, ik ken eigenlijk niet anders. Of ik ken heel weinig schrijvers die hun script zo met alle gemak kunnen afgeven. Ja, maar dat is ook wel begrijpelijk, toch? Ja. Ik begrijp het. Ja. Ja, ik denk dat ik het ook moet. Weet je nog dat je dat script scenario ontving? Ja. Van leven, je las het en je dacht wauw. Ja. Ja, ik dacht echt wauw, ja. Hoe was dat? Want Willem, die regisseur, die was terminaal. Ja. Het is net zoals jouw vader, die is ook aan darmkanker overleden. Ja. En die hoeveel draaidagen had die film ongeveer? Was dat 2 maanden of zo? Want jullie wisten dat die man heel erg ziek was. Ja, het eerste gesprek wat ik met Willem had, dat ging daarover. Dat ging over dat hij ziek was. En, en over dat hij doodging. En hoe hij dat dan moest doen met zijn kinderen. En dat vroeg hij dan aan mij. En dat vond ik echt fantastisch, omdat ik dacht, jeetje, nou kan ik. Het was heel voor mij echt een hele mooie ervaring, omdat ik eigenlijk kon zien. Dat is misschien wel heel persoonlijk, maar hoe een vader afscheid neemt van zijn kinderen. En ik heb nooit begrepen dat mijn vader nooit een briefje heeft geschreven of iets achter heeft gelaten van. Jij was 13 toen je vader. Ik was 13 toen mijn vader overleed, ja. En mijn moeder zei altijd, ja, hij kon dat helemaal niet. Hij was helemaal geen schrijver en hij vond het vreselijk om jullie niet te zien opgroeien. En dus dat kon hij helemaal niet. En ik zag eigenlijk aan Willem dat hij ook niet. Weet je, wat moet je zeggen als je doodgaat? Ineens snapte ik mijn vader, gewoon met terugwerkende kracht, snapte ik mijn vader. Omdat ik dat zag bij Willem, maar in een hele andere intimiteit, snap je? Ik was als speelster en regisseur natuurlijk veel minder intiem als kind en vader. Want, dus ik zag het. Ja, ik zag dat hoe dat met zijn kinderen ging en hoe moeilijk dat was. En hoe, ja. Maar tegelijkertijd was Willem zo levenslustig. En dat weet ik van mijn vader ook nog. En hoe ongelooflijk veerkrachtig iemand dan is. En hoe. Ja, echt last for life. Zo echt zo zin om nog iets moois te maken. En dat. Ja. Ja, en dit is een van de laatste dingen die gemaakt heeft. Niet het allerlaatste, maar wel. Ja, en dat was zo liefdevol. Hoe hij was zich enorm aan het focussen op de eenzaamheid van die vrouw. Soms een beetje te veel, dat ik dacht, oh, maar Willem, wordt het niet te zwaar? En ben ik niet te veel aan het zuchten en aan het. Maar hij wilde dat zo. Hij herkende zich enorm in de eenzaamheid van die vrouw in de alle hectiek. En tegelijkertijd hebben we ook enorm veel gelachen en kon die. Dat ligt dan toch heel dicht bij elkaar, zeg maar. Ja, dat is een mentaal hele sterke man was dat, hè? Als je dat terugziet. Ja, enorm, ja. Bij zo'n making-of die ook op die DVD staat. Ja. Die man die doet. Ik zei, ben je niet boos? Maar hij zei, ja, op wie moet ik boos zijn? Ja. Maar hij was ook precies 49. Mijn vader was ook 49. Dus het was echt, voor mij was het echt een enorme les.
was het. En heel louterend. Ook hoe ik afscheid van hem heb genomen. En hoe hij zei van, ja, je moet mooie dingen maken. En hij was zo, ja, wel te vroeg natuurlijk. Maar ja, als je nog zo tot het einde toe zo leeft, ja, dan daar teken ik ook wel voor. Die lijdensweg teken ik dan weer helemaal niet voor, want dat vond ik net zo erg als bij mijn vader. Dat is echt mijn grootste angst. Dan kan je toch echt beter pattenboem flauw vallen en voor jezelf dan, hè? Die film die is geschreven door Maria Goos. Ja. Daar zit een hele goede dialoog in, hè, die film. Dat maakt die film ja. tot zo'n en ook heel mooi ensemblespel. Ja, hè? Absoluut. Ja. Ja, want dat was het leukste. Dat kan ik me echt het beste herinneren, dat we zo aan tafel zaten. En zo heeft hij het ook echt gemonteerd. Zoals het ging, heeft hij het gemonteerd. Heel, ja, ontzettend goede dialoog. Ja. 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 Nou, we gaan hem straks zien, hè? Ja, leven. Spannend. Dat is leuk. Ja, heel leuk. Ik wou je nog even vragen. Oh ja, over Stellenbosch. Hè? Je hebt een stichting. Ik heb een stichting. Heb je hem nog? Ja, ik heb hem nog. Ja. Oké, hoe gaat dat? Dat gaat hartstikke goed. Ze hebben, ja, ik heb een toen wij in Afrika 2007 Stellenbosch hebben gedraaid, toen ben ik uitgenodigd door mensen in die township daar waar we gedraaid hadden. En die hadden bandjes voor ons geregeld en figuranten. En die wilden gewoon laten zien waar ze leefden en waar ze woonden. En dat was in de township. Sowieso vond ik het heel schokkend dat ieder dorpje en stad in Zuid-Afrika nog een township heeft. Het is een soort ghetto waar dan alleen maar zwarte, arme mensen leven. En heel veel ja, kinderen te jong te maken krijgen met te grote problemen. Als armoede en geweld en aids en noem het maar op. En hij had een Sitwell, die had een centrum opgericht voor die kinderen. Om op te vangen en om ze van de straat te houden en om ze muzieklessen te geven en theaterlessen. Maar natuurlijk geen rode rotcent. Dus ik dacht, nou, als ik ergens iets kan doen, dan is het nu. Dus toen heb ik op de publiciteit van Stellenbosch heb ik een Giro-nummer, 1776, ook een heel makkelijk nummer, weten te bemachtigen. En Jeroen Willems was onze eerste donateur. 1000 piek, gewoon meteen, huppakee. En we hebben die stichting nog steeds. Het is heel klein. Ik denk dat we toch wel een aantal duizenden euro's per jaar daar naartoe brengen. Ze hebben nu inmiddels een hele goede marimba-band. Hebben wij bijvoorbeeld. We hebben marimbas betaald. Wij betalen geen structurele kosten, omdat we dat niet kunnen beloven. We hebben wel eerst een voedselproject opgezet, maar dat is weer overgenomen. En dat is nu weer door een Amerikaanse organisatie weer weggehaald. Dus het is allemaal enorme dagelijkse, basale, complexe problemen. Maar wij proberen eigenlijk geld te stoppen in datgene waar ze ook geld mee kunnen verdienen. Dus nu die marimba-band, doen ze van die hoedoptredens en dan verdienen ze ook echt wat geld mee. Dus dat is te gek als dat lukt. En we hebben bijvoorbeeld zo transport, zo'n auto gekocht. En een beetje concrete dingen waar we niet, ook niet zeg maar, jarenlang huur moeten betalen. Of snap je, die niet de structurele kosten, maar incidenteel. En dat loopt eigenlijk hartstikke goed. We zitten alleen een beetje ver weg. Soms denk ik, shit, nou zou ik er dus eigenlijk naartoe. Ik heb bijvoorbeeld een project gedaan. Oxytocine met een marimba-speelster. En dan zou ik heel graag een keer met haar daar naartoe gaan om die kinderen een workshop te geven. Maar dat is moeilijk te realiseren, omdat dat dan weer die tickets zijn zo duur. Maar goed, daar ga ik nog wel een keer achteraan. Het is ook, we doen het er allemaal bij, weet je, met de mensen van de productie van Stellenbosch, de regieassistent en de productieleidster. Dus iedere keer als wij weer tijd hebben, ja, dan gebeurt er weer wat. En dan trekt er weer iemand anders aan de bel. En die zegt van, jongens, we moeten weer. Dus dat voelt natuurlijk heel goed, omdat dat nog steeds loopt. Ja. Schrijf jij nog aan je eigen script? Of meerdere misschien? Ja, meerdere. Ik heb nu weer een nieuwe. Nou, er is er één echt...
Daar liggen er een aantal op de plank gewoon. En, ja. En die zijn gewoon nog niet goed genoeg. Zo simpel is het. Oké. Eigenlijk. Met wie heb je die geschreven of alleen? Nee, met Rogier Schippers. Dat is een theater. Theaterschrijver en acteur. Daar heb ik één script mee geschreven. Ik ben nu met Peter van de Begin, een Vlaamse acteur, iets aan het ontwikkelen. Maar ja, dat zijn van die meerdere jaren plannen. Waar ik dan soms heel veel energie in stop. En ja. Wel lekker om je eigen dialogen te kunnen schrijven. Althans, als je van plan bent zelf een van die rollen te spelen. Ja, altijd. Of, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat schrijf je natuurlijk ook lekker weg. Voor jezelf. Ja, hoewel het ook lastig is omdat je dan te veel wil soms. Waardoor het soms ook moeilijker is om te kiezen. Want zo iemand als Carmen in Penosa, dat wordt dan voor je geschreven. En op een gegeven moment ken je dat karakter. En dan weet je van, ja, dat zou ze niet zeggen. Zoals het er staat, zou ze dat niet zeggen. Liggen die teksten vast bij Penosa? Nee, of nee. Mag je improviseren? Nee, wordt er veel geïmproviseerd? Ja, wordt heel veel geïmproviseerd, ja. Oké. Okay. Ja, dat is ook heel leuk aan Penosa. Ja. Ja. Maar dat komt vooral omdat het ook zo snel geschreven moet worden, dat er ook heel veel fouten in zitten gewoon. En niet zozeer de schuld van de schrijvers, maar gewoon tijdgebrek. En waardoor je dan denkt, ja, maar dat weet diegene al. Of het is heel raar dat hij dat nu, dat je dat, ja, gewoon, dus ter plekke proberen we het dan zo goed mogelijk te maken. Nee, dat is juist heel erg leuk. Je moet ook echt je tekst niet te goed kennen, want het gaat echt gegarandeerd veranderen. Dat is echt. Sommige acteurs vinden dat heel lastig, want die hebben zoiets van, ja, maar. Nee, ja. En ja. Als het iets in drie woorden te zeggen is, terwijl er 100 staan. Wel goed gecast, hè? Dat ben nou eens even ik zelf. Ik ken, ja, ik denk dat we ook wel echt zo'n. Echt wel een goede vorm hebben gevonden met z'n allen. Dat het wel echt een goed team is. Het is een heel goed team. Ja, het zijn allemaal enorme karakters. Ja. Medina Schuurman, ja. Weet je wel, die is hier ook klant. Die woont hier vlakbij. Ja. Die is echt gescout hier in rond het Cornelis Troostplein. Want de halve Penosa cast die woont hier. Dat is heel grappig. Ja. Maar die vind ik heel goed. Ja, hartstikke goed. Die is ontzettend goed. Ja. En die kleding is ook heel goed, vind ik. Ja. Heb je nou 4 of 5 gouden kalveren? 4. 4? Ja. Oké. Okay. Dat is eigenlijk een even getal, dat is niet goed, hè? Ja. Je hebt ze gezellig thuis staan bij elkaar? Ja, ik heb ze op mijn keukenplankje staan. Ze staan heel leuk. Mag je die? Ik heb er ook een zilveren olifantje naast staan, want ik zei tegen een vriend van mij, ja. Oh ja, ik had in de interview gezegd, nou wil je toch wel eens een ander dier winnen? Doelende natuurlijk op de leeuwen en de beren en weet ik het. En toen kocht hij een zilveren olifantje met zo'n slurf helemaal zo. En die staat heel mooi bij die kalveren. Dat is heel lief. Maar, is daar ook een wetgeving voor die gouden kalveren? Dat je die niet mag verkopen, verpatsen bijvoorbeeld? Dat is met ik heb het ooit geprobeerd voor een goed doel. Ja. Dat is niet gelukt. Ik was gelukkig dronken genoeg om het niet zo erg te vinden. Maar het was een heel gênant moment. Hoe ging dat dan? Ja, het was bij Play for Ride. Dat is dan zo, moet je gaan tennissen voor kinderen die niet kunnen sporten, weet je wel. Of moet je gaan tennissen. Heb ik getennist met Schenk Schalken. En ineens kon ik heel goed tennissen, want hij sloeg gewoon zo dat ik alles kon afsmashen. Was hartstikke leuk om te doen. En daarna was er een diner en al hele rijke mensen, dus ik dacht, en Frank Lammers die was mij op aan het naaien, die zei, Monique, je moet je gouden kalf verpatsen, dat had ik net voor het zuiden gewonnen. Je moet je gouden kalf verpatsen, dus ik zei, ja, ik zet mijn gouden kalf in. En dat is natuurlijk zo'n persoonlijke prijs, dat niemand die wil hebben, in ieder geval daar niet. Misschien kenden ze me toen ook echt helemaal nog niet, toen was ik... Ja, maar het mag wel. Want met die, ik weet niet of het natuurlijk. Die Oscar, nou, ik weet dat het. Die mag je niet verkopen. Dat is echt absoluut not done. Dan moet je jou vertekenen volgens mij. Volgens mij stond er eentje, Ralf zei laatst dat er eentje op die Marktplaats stond of zo. Ja? Ja, en dat die iets van 1500 opbracht. Dus ik kan nog altijd. Ja.
Okay. Van nog altijd. We hebben toch weer 6.000 euro. Ja, ja, Rijk, Rijk de Gooier heeft. Ja, dat zou ik nooit doen. Ja. Dat zou ik nooit doen. Dat vind ik echt. Gouden televisiemoment is dat voor ja, ons, tuurlijk. Dat ja, mooi. Tuurlijk. En het is natuurlijk ook. Het is natuurlijk ook gebakken lucht. Dus ik snap het wel, maar het is. Ja, ik vind het toch. Nee, ik vind het toch. Nee, ik vind het toch niet kunnen. Nee. Ik zou nooit zo gauw kalf voor mij weggooien. Uit de wagen smeten. Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, nou, dat valt me tegen mij. Ja, nee, ja, ik zou ze wel laten overgroeien of zo met de onplanten. En, maar nee. Dus, weet je wat je volgende... Gouden kalf is? Ja, dat weet je niet. Je volgende acteerklus? Eerst nog de rest van Penosa schieten? Ja, dan weet ik het niet. Nee? Zenuwen? Nee. Nee? Nee. Nee, nu nog niet. Nee, dan moeten de eerste paar maanden niks. En dan denk je ineens, oh, nou komt er nooit meer iets leuks. En dan ga je weer zelf iets bedenken. En dan is dat misschien ook wel leuk. En dan... Nee, ik heb toch inmiddels wel het vertrouwen dat er wel ja, iets anders leuks komt. En als het ophoudt, dan vind ik wel iets anders leuks, denk ik. Vast wel. Je kunt vast nog, je wordt vast nog heel vaak gevraagd. Ik hoop het. Als mensen iets aan Monique willen vragen, dan kan dat, hè? Doe dat vooral. Ja, ik wil iets vragen. Wat zou je graag zelf willen spelen? Nou, er zijn best wel veel dingen die ik nog zou willen spelen. Ik zou heel graag een keer een... ik weet niet of iemand van jullie ooit... Mara Dentro heeft gezien. Nou, zo'n rol die zo fysiek echt zo heel veel van je vraagt. Dat zou ik heel graag willen spelen. Of iemand met Gilles de la Tourette of zo. Zoiets waarvan je denkt van dat is niet te spelen. Komt ook trouwens omdat ik dat altijd heel, eigenlijk heel ontroerend vind. Als Oliver Sacks dan met die mensen op pad gaat en die moeten dan overal aanzitten en die zijn dan, ja, dat lijkt heel ongecontroleerd, maar als acteur moet je dat natuurlijk helemaal controleren. Dat lijkt me dan, ja, dat lijkt me dan, daar zou ik wel tijd voor nodig hebben natuurlijk, omdat zoiets lijkt me heel leuk. En ik vind het ook altijd heel leuk om geheimen te hebben van... ik had bijvoorbeeld bij Nienke, had ik zo bedacht dat zij alles via de handen doet eigenlijk. Dus ik gebruik heel veel mijn handen. Zij verbrandt natuurlijk ook haar handen aan die kooltjes. Maar als ik dan ga kussen met Jeroen Willems, dat ik eerst mijn hand en dan pas mijn mond. En weet je, zo heel veel handen. Dat vind ik dan hele leuke dingen om... Dat is hou vast. Ja. Zoals alles, zoals je tekst ook een houvast is. En nou ja. Ja, het lijkt nu allemaal heel ingewikkeld, maar ik denk ook heel vaak dat ik maar wat doe. En toch, als ik dan bijvoorbeeld een workshop geef, dan zit er toch echt wel een idee achter. En dan heeft het heel veel met muziek te maken. En muziek in de allerbreedste zin van het woord. Dus hoe je zeg maar een ritme in een zin brengt en hoe je... juist niet ademhaalt of wel ademhaalt. En eigenlijk is het, ja. Precies, ja. Ja. Je hoort dat heel veel Amerikaanse acteurs tegenwoordig veel liever in series spelen dan in speelfilms. Ervaar jij dat ook zo? Nou, Penosa is eigenlijk de eerste echte serie die ik doe. Maar die doe ik nu natuurlijk al wel een tijd. En... het is niet zo dat ik het liever doe, maar ik vind het wel heel erg leuk om langer een rol te spelen. Omdat wij natuurlijk, ik denk dat Nienke mijn grootste filmrol was en dat 50 dagen was. Dus wij hebben niet de luxe, zeg maar, dat je met Les Amants du Pont Neuf is bijvoorbeeld in 90 dagen opgenomen. Nou, dat lijkt mij echt fantastisch. Ja, en dus ging natuurlijk ook heel veel mis, maar... Die hele brug die is nagebouwd, ja, hè? Ja, die hele brug is nagebouwd, ja. Dat maken wij natuurlijk niet mee. Dus het is wel heel leuk om langer met een karakter bezig te zijn. Dus ook echt ontwikkelingen te kunnen maken. En dat vind ik wel heel erg leuk. En de kwaliteit wordt natuurlijk beter.
heb ik het idee dat, dat het beter geschreven is. Gewoon een, ja, Spinoza is gewoon een, dat is gewoon een goed idee. Het is gewoon een goed idee. En, maar ik weet niet of... ja, die Amerikaanse series zijn natuurlijk ook fantastisch. Dus ik, volgens mij is het ook een beetje pakken wat je pakken kan. Zeker in Nederland, hoor. Het is niet een lapje. We hebben gewoon helemaal niet de luxe om te kunnen zeggen van... ik bedoel, ik heb ook... Kenau was sinds jaren weer een film, snap je? Het is ook niet dat het echt voor het oprapen ligt. Helaas. Het is niet zo dat ik 3 scripts per maand aan de kant leg. Zo is het echt niet. Want ja. Je hebt wel eens gezegd hè, dat je het ook wel een beetje jammer vindt. Hè? Dat je ja, ik zou heel, ja, ik zou heel graag meer... In België was wel een beetje... Dat was wel een beetje een komische... ook niet echt lachen, gieren, brullen. Dat is ook niet zozeer wat ik grappig vind, denk ik. Maar ik zou wel heel graag de ook wat lichtere kosten... Ja, je zit ook... Ja, ik word daar gewoon niet zo makkelijk voor gevraagd. Nee, maar als je Nederlands lichtvoetige films een beetje volgt, dan is dat misschien helemaal niet zo erg dat je daar niet zo vaak in zit. Nee, dat, ik vind het ook vaak... maar zo film als de Marathon lijkt dan weer hartstikke goed. Ja, hartstikke leuk. Die is uitzonderlijk. Ja, ja, het is verschrikkelijk als het niet echt leuk is, ja. Gek genoeg is het dan... Heeft het ook vaak met montage te maken, hè? Dus je kan... Nou ja, nee, het heeft ook met acteren te maken. Ja, het is gewoon heel moeilijk. Het is gewoon hartstikke moeilijk. Dus nee, ja, dat lijkt me ook nog leuk om te spelen. Een hele komische rol. Zullen wij zo de film gaan kijken? Na de pauze? Ja? Oké. Graag gedaan. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten voor onze programmering. Hopelijk binnenkort hier ook Michiel Huisman, Carice van Houten en Paul Verhoeven.